zijn hier bij de stuw in Weijen. Bij de stuw zijn vistrappen geplaatst, vrij recent. En niet alleen in Weijen, maar ook in Langeslag, waar we zo meteen naartoe gaan. En bij die stuw heeft het waterschap in samenwerking met ons, met Van der Hengelsport, een aantal fuiken geplaatst. Om te kijken of die vistrappen ook gebruikt worden door de vissen om daar langs te migreren. Nou, we gaan die fuik nu zo lichten. Om te kijken of daar ook daadwerkelijk vis in zit. Toch, Dick? Dat gaan we bekijken daar, hè? Ja. Gaan kijken of er vis in zit. Het water is zo mooi schoon. Nou, ik ben benieuwd of er wat te beleven valt. Ik ook. Dick is onze profeet, zeg maar. En die zegt nu al dat hij kan zien dat er geen vis in zit. Nou ja, dat is een kwestie van omhoog takelen. We gaan het zien. Daar komt de versterking. Hey Bert, ga je ook meedoen? Ja jongen, alles goed? Ja. Dag Bert. Nou, de eerste vangst hebben we al. Wat is dit? Een schrikhek. Een schrikhek nog wel. Komt vliegen. De aannemer erop. Lag voor de fuik. Ik ga hem omdraaien. Geweldig. Nou, wat mooi. Heel goed. Foto maken. Nou. Foto, alsjeblieft. Het is geweldig. Geweldig, in één woord. Wat een vangst. Ja, en er is dan. Geweldig. Snoek. Snoek. Zit er een snoek in, Bert? Ja. Nou, er zit in ieder geval al vis in. Zie je wat, Bert? Ja, snoek. Vis? Snoek. Ja, dat kan je net zien. Ja. Komt je al, Bert, hè? Komt-ie. Het werk is gedaan en de fuik wordt weer achter de vistrap geplaatst. We laten hem weer vieren. En dan kan hij zijn werk weer doen. Zit je goed, Bert? Hij ligt. Hij ligt. Ja, hij ligt weer. Helemaal geweldig. Ik kan hem niet meer trekken, hè? Zo is hij goed. Zet hem vast. Hij zit vast. Ingmar sluit de vistrap weer. Oh nee, hij opent hem weer natuurlijk. Nou, als het goed is, hoor je zo meteen ook het water erdoor lopen. Het eerste stukje gaat wat. Zwaarder. Of Ingmar is niet zo heel erg sterk. Nee, precies. Dat ook. Kijk, dan hoor je water die lopen. Hij gaat. Heb jij al een geheel opname of niet? Ja. Een panorama. Hoor je dat? Ja. De vistrap is weer open. Twee mooie snoeken. En dat is dus de hele passage. Ook hier hebben we weer een stuw. Dit is bij Langeslag. Daar loopt behoorlijk wat water over zoals je ziet. En daar is ook een vistrap gemaakt. Die wordt nu ook dichtgedraaid. En aan de andere kant staat dan de fuik. Die wij ook weer gaan lichten. Hier zijn de heren druk om de vistrap vast dicht te draaien. Dat doen we omdat je dan geen stroming meer hebt. Dan kun je het net makkelijker eruit halen. Hier aan deze kant is de opening van de vistrap. Daar zitten hier roosters waar je dus overheen kan lopen. En die lopen helemaal zo hier langs het gebouw van... of langs eigenlijk de stuw. Je hoort hier het water. Ook onder de roosters langslopen. Dat is dus de daadwerkelijke vistrap waar ik nu bovenop zit eigenlijk. En aan de andere kant, daar heb je dus de uitlaat van de vistrap, daar staat de fuik. Dit is dus het punt van de uitloop van de vistrap waar je dus de fuik in het water hebt staan. Nou, we hebben nu inmiddels natte voeten, want zoals je ziet, Bertie staat de boel weer dicht te draaien of open te draaien eigenlijk. Het was aan de verkeerde kant. Ze hadden van het waterschap gezegd, nou je kunt beter aan die kant draaien. Nou, dat is dus niet het geval. Het is wel makkelijker draaien, maar het probleem is dat het niveauverschil is hier zo hoog
of zo groot moet ik zeggen dat, dat daardoor de vistrap, ja, het loopt gewoon over. Dus het heeft helemaal geen zin. Dus we moeten hem weer dicht doen daar, of het open doen moet ik zeggen. En dan kunnen we aan de andere kant dichtdraaien en dan kunnen we pas aan de gang. Nou, we moeten dus inderdaad toch aan deze kant draaien. Even op de bak, want dan kan je er fatsoenlijk bij staan. Dat is even zo na het werkbed, fitness of niet? Het is even tegenvallen, ja. Ja, dat is fitness. Ik dacht dat ik sterk was, maar... Ja, dat dacht ik ook. Dat viel mij ook tegen. Oh, dus het ligt niet aan mij. Oh, dat geeft in ieder geval weer een goed gevoel. Goed vastgeknopt, Dick. Ik dacht, ik heb het gewoon weer laag. Dat is ook je bril, hè? Grote vis. Kijk. Grote vis. Vis in. Ja, daar zit vis in. Dat kun je zo alleen al horen. Ja, dat is mooi, jongens. Moet even wachten. Moet even de bak vullen. Ik ga even de bak vullen. Drie snoeken. Ja, doe het goed, jongens. Wij kunnen dit allemaal, hè? Sorry, maar. Ja. Oh, er zit nog wel aardig wat in, jongens, of niet? Drie snoep. Ja, maar ook nog andere. Snoek 66. Wat was jij? 75. Heel goed. Op het witte weg. Nee, dat is niet nodig, hè. Dus is, jij zegt het is een spiering, hè? En hoe zie jij? Nou, geweldig. Doe dit daar zo. Spiering. Ja, ik dacht ook dat spiering was, hè? Maar... Nou, ik vind het geweldig, jongens. Spiering 9. Spiering 9. Nou, zit er weer op. Blankvoorn. Blankvoorn ook nog. Blankvoorn van 15. Nog een blankvoorn op de valreep, maar het zit er weer op. Moet ook wel, want het is bijna donker. Dus wat dat betreft, het moet nu ook wel gebeuren. Ze willen alles genoteerd hebben, hè?